Dit schilderij heb ik gemaakt een paar jaren geleden van mij en mijn vriendin Marion. Marion, heb ik mee de modeacademie gedaan. En ja, we zijn altijd al vriendinnen in ons leven geweest. En ik heb hem in de etalage gehad, dus ik was er heel trots op bij. Dat staat er ook, in de etalage. Ja. Waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu bezig met een vriend, een muzikale vriend, die altijd bij mij keyboard speelt. Ja. We hebben net een leuk keyboard weer gekocht voor alle open studio evenementjes die we iedere eerste zondag van de maand doen. Okay. En daar ben ik dus feitelijk van hem een schilderij over aan het maken. En dat gaan we binnenkort presenteren. Maar hij is ook zanger en muzikant. Dus hij zingt erbij, als hij het krijgt. Ja, hij wordt natuurlijk verrast. Maar het schilderij gaat ook nog op de hoes van de cd die hij aan het maken is staan. Okay. Zo ben je lekker bezig. Wel, hè? Ja. Nou, 15 jaar geleden was ik op vakantie met mijn vriendinnengroep, ergens Canarisch eiland. Daar heb ik een foto gemaakt, ik zat op een bootje en die mensen zaten voor mij. Dus ik dacht, oh, wat een leuk tafereel, foto gemaakt. Toen ben ik begonnen met schilderen, meteen toen ik thuis kwam. Het lukte niet, dus het schilderij heb ik weggezet. En nu 15 jaar later pakte ik het schilderij weer. En toen dacht ik, en nu weet ik het. En nu ga ik hem afmaken. En hup, dit is het. Dat betekent dat je op een gegeven moment verbeterd bent in je schilderwerk. Dat denk ik. Ik kon het toen niet zien hoe ik hem kon maken. Ik vond het moeilijk. Ja. En nu niet meer. Dus na 15 jaar. Naarmate je ouder wordt, word je wijzer. En kun je steeds beter schilderen. Dat heb ik ook al meneer Paul Ebens gezien. Op 60-jarige leeftijd begonnen. Schildert fantastisch. Ja, goed. Echt waar. Ja. Ik vind het heel mooi. Daar komt het inderdaad door. Ja. Leuk verhaal. Ja, hè? Ja, dankjewel.